Tamia al de eerste keer daar geweest. Mm-hmm. En ik zag een grote loper en een interview met mij. En hoe was het met je goede best of YouTuber worden? En mijn moeder zegt tegen mij, krijg je kleine mini awards? Zeg ik, nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Jullie, je moeder dacht dat je een kleine award zou krijgen. Ja, ja. Maar niet dus. En ik heb een grote award gewonnen. Ja. Vandaag is ook een bijzondere dag, omdat er komt vandaag podcast over social media. Dus ik vind ook misschien ook leuk zijn om erbij te vloggen. Ik vind het ook zo interessant. Dat is ook een fake vlog. Dus ik vind het echt super gezellig. Ik moet even omkleden en dan ga ik even werken bij Bayern Media. En als ik terug ben, kan ik een mooie beelden filmen. Wat echt zo'n fantastische vlog. Ik ben klaar met werken bij Bayern Media. Maar ik moet even naar beneden om te eten. Omdat er komt vandaag een goede podcast over mijn social media. Dus ik moet de lichtheid gewoon donker blijven. Dus we gaan zo zometeen editen voor mijn vlogje van gisteren van een fotoshoot en ook in de eten gisteren. We hebben echt lol. Ik met mijn vriendinnetje. We zijn nog steeds samen. Dus bijna 7 december zijn wij 5 maanden. Dus 9 december. We zijn weg naar vakantie. Naar Curaçao. Dus heel gezellig vinden. En ik ga nu even tafel dekken. Mijn moeder en mijn vader heeft al misschien tafel gedekt. Daar is mijn moeder. Hey jongen. Is het een lange vlog maken voor een podcast? Oh ja, voor de podcast. Ja. En waar gaan we het over hebben bij de podcast? Weet je het nog? Over hebben dat ik al ambassadeur ben van Music News en ook van de Zichting. Ja. En over mijn YouTube kanaal. Ja, ik wou zeggen, het ging om het vloggen toch? Ja, vloggen, ja. Ja. De social media, daar ging het om, hè? Ja, en ook voor Instagram en TikTok. Ja, superleuk. Ja. Hè? En papa is nu aan het koken. Kijk. Kijk, papa is aan het koken. Kijk, pasta. Pasta, mama. Pasta di papa. Pasta di papa, sì. Sì. Lekker. Lekker. Dat is een doekje, zijn rode. Ik heb ook een rode zwarte gedaan. Lekker. Dat is karakter. Als ook leuk vinden om te op zoek karakter om te kopen. Open. Van www.bagami.com. 79,95, 49 kleuren. Komt u maar in alle maten. Extra small tot extra large. Geen probleem. Kijk eens aan. Mooie kerstplezier. Kijk eens aan. Heel mooie kerstplezier. Daar is een balletjes daarboven. Wat een mooie kerstweer. Kijk, daar buiten ook een kerstweer. Oh. Ja, naar buiten ook kerstweer. Ja. Dat vind ik ook leuk om bij te vloggen. Kijk, heel prachtig. Ja. En daar ook. Daar ook een kerstweer. En daar ook met de Linda's. Okay. Er staat geen van mijn foto, ik ook niet. En ook niet van mijn broer. En kijk, daar is ook kerstbomen. Dus hetzelfde met kaarsjes. Oh mijn god. Mooie kerstsfeer. Kijk. Dat blijft ook niet. Dus maakt niet uit. Kijk eens. En daar is een kerstvrouw. Ja, daar is de kerstvrouw. Huh? Een kerstpapa. Die heeft alle kerstversiering. Kerstpapa en kerstvrouw. Neergezet, hè? Ja. Dat hebben wij gedaan. Nu gaan we lekker eten op tijd. Want. Ja. Zometeen komt, hoe heet ze ook weer? Podcast. Firma volgens mij. De 15e normaal podcast. Staat jouw met name? Eva. Eva komt zometeen. Ah, Eva van de Veer. Ja. En waar gaat ze dan een podcast over maken? Over mijn social media. Ja. En hoe heet haar podcast dan? De Pijzoenige Normale Podcast. Ja, dat klopt.
Dit, jongens. Zoals jij eigenlijk zegt. Ik ben nog aan mijn Down-syndroom, zeg jij toch? Ja. Kijk. Alles doen, even alles doen. Ik ga hier een beetje in gooien. Dat is lekker beter dan. Oh, dat is een beetje zoet. Ja. Zie ik nu, hè? Nog voor boekstof. Oh, lekker. Kijk maar even, daar heb ik echt een mooie vlog gaan maken. Ik ben nu aan het editen voor gisteren, eergisteren. Dus het wordt echt een super leuke vlog. Nee, ik ga ook bij filmen. Kijk maar even dat ik ook gebruik van mijn YouTube kanaal van Leave Legend. Kijk maar even het video. Kijk. Eva, te veel is er. Ja. Hi Eva. Ja. Hey. Oh, je bent al meteen aan het vloggen. Ja, van mijn YouTube kanaal. Ja. Hi. Hoi. Knappe meid. Dank je. Knappe man. Hallo lieverd. Leuk hè? Ja. Dan ga je gewoon voor een podcast. Ja. Wat is dat nou weer? Ja. Wat een bijzondere dingen maak jij allemaal mee. Ja. Nee, je bent er maar druk mee. Ja. Gisteren nog een fotoshoot, zag ik. Ja. Gaaf, joh. En wie was dat? Mijn vriendin. Ja. En Jotjeo is mijn oude juffrouw. Ja, dat is gaaf. Ja. Die was van de middelbare school, hè? Ja. Dat was de juf die ik eigenlijk als enige jaar heel goed vond. Ja. En zij geeft nu groep 8 les. Oh, op een basisschool. Ja, maar ze heeft zo'n feeling hobby, met... Als ze fotografie. Ja, ja, en nu werkt ze wat minder, zodat ze zich... Het is... Later dan kan ik kijken of dat hij het goed doet. Yes. Ja. Blijf maar even doorkletsen. Ja. Welcome back. Yeah. Come on, girl. Zeg eens, hoi, ik ben Liam. Hallo, Liam Legend. Nog een keertje? Hallo, ik ben Liam Legend. Nog een keertje? Hoi, ik ben Liam Legend. Oké. Okay. Even mijn woord staat. Hallo, ik ben Eva. Hallo, ik ben Eva. Oké. Zo. Oké, zo. Ik ga je me nou napraten. Zo, nou. Vind je het spannend? Nee? Echt niet, nee. Ik wel. Oké. Hij doet het. Cool. Nou, Liam, hallo. Hallo. Wat leuk dat ik hier ben vandaag bij jou. Jazeker, ja. Ja, wij zitten lekker in jouw eigen woonkamer. Ja, dat klopt. Haardvuurtje staat op de achtergrond aan. Ja. Kerstboom. Ja, lekker. Zitten er helemaal klaar voor? Ja. Top. Hey Liam, vertel eens. Wie ben jij? Ik ben Liam de Waalen. Met de artiestennaam heet Liam Legend. Liam Legend, je artiestennaam. Ja. Want wat voor artiest ben jij? De artiest als vlogger en YouTuber. Vlogger en YouTuber. Gaaf. Ja. Hey, en ik stel altijd de eerste vraag die ik stel aan mijn gasten... Dat is eigenlijk altijd hetzelfde. Ja. Kun jij eens 3 woorden noemen die typisch Liam zijn? Nog een keer zeg. 3 woorden die typisch Liam zijn, die heel goed bij jou passen, die je omschrijven. Ik ben lief. Lief, ja. Gentleman. Gentleman. Ja. En knap. Mm-hmm. Dat is waar. Ja. Ja, dat klopt, ja. En ik ben ook altijd sexy. Sexy ook nog? Ja. Lief, knap en sexy. Ja. En een gentleman. Ja. Nou,
Mooi. Hey, en ik ben hier vandaag bij jou om over social media te praten. Ja. Ja. Want dat is heel belangrijk voor jou, hè? Ja, zeker, ja. Ja. Want ik kijk hier uit op jouw award. Waar staat hij? Hij stond hier toch? Ook daar ligt hij helemaal naast je gelegd. Ja. Zullen we daar maar eens mee beginnen? Ja, zeker. Vertel. Ik ben ook een award gewonnen. Je hebt een award gewonnen, ja? Een award gewonnen van als een beste YouTuber. Beste YouTuber. Ja. Ja. Oh, daar is die. Beste vlogger, Liam Legend. Ja, dat klopt. Gaaf. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, dat is echt heel grappig. Ik was bij de Spitsa Media al de eerste keer daar geweest. Mm-hmm. En ik zag een grote loper en een interview met mij. Hoe was het met je goede best of YouTuber worden? En mijn moeder zegt tegen mij, krijg je kleine mini awards? Zeg ik, nee zeker niet. zeker niet. Jullie moeder dacht dat je een kleine award zou krijgen. Ja, ja. Maar niet dus. En ik heb een grote award gewonnen. Ja, ja, want hij is bijna 30 centimeter groot. Ja, dat klopt, ja. Gewoon een echte award. Ja, dat klopt. Hé, hey, en wat heb je dan moeten doen om die award te winnen? Heb jij nog iets waarvan je denkt, nou, dit moet echt nog verteld worden in de podcast? Oh ja, dat ook. Ik ben ook ambassadeur. Oeh, ambassadeur. Van wat dan? Van Music Moves. Music Moves. Ja. En wat doet Music Moves? Muziek blijft altijd. Muziek, moves is met bewegen. Mm-hmm. Ik vind het echt super gezellig met podcast. Dus ik moet deze vlog beëindigen. Als jullie het ook leuk vinden, abonneren. Mijn naam Liam Lessens. Plaat op hier geven. En morgen is echt een mooie vlog. Tot morgen.